This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 12 november 2022. Dit is het bulletin van zaterdag en het is 6 uur 21. Ja, op zondag 30 oktober, dat was de dag nadat de zomertijd inging. Ongeveer even vroeg als nu, ik geloof zelfs nog wat vroeger, heb ik al een podcast ingesproken. Over de toekomst van dit podcast. Ik doe dat vaker, maar het is niet zo'n goed idee om dat regelmatig te doen. Ik kan beter de podcast daadwerkelijk inspreken over iets wat je inderdaad. Ja, en toen gebeurde me iets dat me wel vaker overkomen is. Oh. Ik check de status van de accu's van mijn opnameapparatuur nooit. Ik neem dat altijd wel voor, maar dat gebeurt dus niet. En dus na een minuut opnametijd en ongeveer 40 seconden spreektijd waren die accu's leeg zonder dat ik dat merkte. Dus ik heb na niet zo heel lang, een minuut of 2, 3 gepraat. Wat ik wil zeggen is dat ik er niet zo van hou van die meta-uitzendingen, zoals ik ze wel noem. Ik heb er daarvan veel gehad. Ik heb er daarvan nog veel meer ingesproken de afgelopen 3/4 jaar. En ik heb steeds besloten om die uiteindelijk op de lange baan te schuiven en toch maar niet te gebruiken. Ik heb de opname nog wel, maar ja, wat heb ik eraan als ik nu zeg van nou, in februari sprak ik dat in. 2 weken geleden sprak ik er een in en toen is er wel wat gebeurd. Ik had toen zoiets van nou, er moet nu gewoon echt wat gebeuren. Ik heb me toen voorgenomen, ik ga wat over populaire wetenschap doen. Niet in alle gevallen. Nou, niet in alle gevallen, slechts in een deel van de gevallen zal dat gaan over de zendamateur hobby. Daar blijf ik wel over publiceren. Misschien dat ik ze apart tag of zo, dat kan ook nog wel. Maar in ieder geval, ze gaan over populaire wetenschap in zijn algemeenheid. En dat is wat ik wil gaan doen. Die uitzendingen zullen korter zijn dan. Dat leg ik daarin ook uit. Maar die zullen korter zijn dan wat ik zo voor de vuistweg inspreek. Ik heb niet stilgezeten, hoewel het wel erg druk was en ik er eigenlijk niet aan toegekomen ben om podcasts te publiceren. Ik heb wel geschreven en best veel over in ieder geval 1 onderwerp. En ik heb wat andere goede onderwerpen aantekeningen over gemaakt. Ik moet nog wel even in de computer zetten, dat ik niet het blaadje straks kwijt ben en er niet meer mee verder kom. Maar dat is wat ik de komende tijd wil doen. Ik weet niet of dat elke dag lukt of dat ik wil elke dag tijd aan besteden. Dus inspreken. Maar het kan wel zijn dat het me per dag dan zoveel tijd kost als het meer dan een uur is. Dan heb ik er gewoon geen tijd voor meestal. En liefst zou het een 30 minuten moeten kosten per dag. Dat gaat niet lukken met dat script, omdat er gewoon te veel werk is. Je verspreekt je. Je wijkt per ongeluk van het script af. Dat hoeft ook niet helemaal letterlijk, het script. Maar het is toch wel zo, soms zo dat je toch net een tussenopmerking maakt. Nou goed, het moet allemaal uitgemonteerd worden. Dat is best tijdrovend, ook als het een uitzending van maar 5 minuten is. Maar in ieder geval, ik ga daarmee aan de gang. Ik ga verschillende onderwerpen doen. De eerste die ga ik in het Nederlands doen. En niet lang daarna wil ik ze in het Engels gaan doen. Dus dat is wat ik ga doen. Die vorige had ik ingesproken op 30 oktober. Dat was de dag dat. Het kan zijn dat ik dit nog in de opname heb zitten die wel gelukt is. Maar volgens mij niet. Volgens mij zit het daar niet in. Maar in ieder geval, dat was 30 oktober. Was de dag dat de wintertijd inging. Zomertijd, zomertijd afliep. Dat kun je ook zeggen. Daylight savings time. Maar goed, 30 oktober. En dat is dus minus 1 dag, 2 weken geleden vandaag. Het was ongeveer even laat, 's ochtends. Even vroeg. Meestal ben ik 's ochtends niet zo heel goed bij stemmen. Het valt nu mee, maar ik ben de afgelopen dagen niet, heb me niet fantastisch gevoeld. Ja, dus het is me wel altijd lastig, omdat ik me meestal van oktober tot, ja, met soms wat periode ertussen dat het wat minder is. Maar
vaak al tot in maart of april voel ik me die hele periode wel gammel. En als ik elke dag, ik kan elke dag wel een coronatest doen dan. En dat doe ik niet, meestal dan sluit ik me gewoon af. De afgelopen dagen was het overduidelijk het gevolg van mijn slaapproblematiek. Dat ik me niet lekker voelde. Maar in ieder geval, mijn stem was ook niet op orde. En ja, van alles wat. Ik kan nog wel wat vertellen over... Ja, dit is nog allemaal afgesproken. Hoe zeg je dat? Ingesproken op 12 november dus. Maar ik wil nog wat vertellen over... Ik weet niet zeker of ik dat in een podcast besproken heb. Of dat ik of ik die podcast dan wel gebruikt heb. Dat is zo lang geleden. Maar ergens in het voorjaar heb ik een tweede boosterprik gehad voor corona. En ik heb toen 's nachts ademhalingsproblemen gekregen. Dat was zo erg dat ik ook niet besefte dat ik een ambulance had moeten bellen. En uiteindelijk heb ik mijn CPAP opgezet. Dat is zo'n ding wat je beademing op gang houdt. Of je adem op gang houdt. Ik had vroeger een apparaat wat ook geschikt was voor beademing. Maar dat houdt dus je adem op gang als je slaapt. En mogelijk heeft me dat gered. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar in ieder geval heb ik dat ding opgezet. En toen ben ik er doorheen gekomen. Maar dat heeft me wel heel voorzichtig gemaakt met een nieuwe booster nemen. Nou, ik heb net de brief binnen, dus echt heel urgent is het niet. Maar in ieder geval, ik was eigenlijk afgelopen zomer, doordat ik op een verkeerd been gezet werd op een persbericht dat mensen hun coronaprik konden halen als ze boven de 60 waren. Maar achteraf bleek dat stond er niet bij, maar achteraf bleek dat een bericht te zijn voor mensen die de tweede booster nog niet gehad hadden. Die dus in totaal minder dan 3 vaccinaties gehad hadden. Nou, ik heb er dus wel 3 gehad. Dus, maar toen ben ik al gaan kijken van ja, wat zou ik nou willen en wat is nou goed advies? Dat bleek een hele speurtocht te zijn. Dat was echt niet te geloven. Ik ben onderzoeksjournalist. Dat heb ik lang gedaan. En dat doe ik nog steeds. En ik ben daar redelijk goed in. En ik kwam er niet achter. Ik heb wel mensen die ik ken in het veld. Maar ik wilde ook niet iedereen daarmee lastig vallen. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb een paar mensen in mijn kenniskring gesproken die arts zijn. Ik kwam daar niet mee verder. En toen kwam in september het bericht dat iedereen die 60 was en ouder een uitnodiging zou krijgen. Ik denk, ja, dan komt die uitnodiging binnenkort. Laat ik dan maar zorgen dat ik dat voor elkaar heb. En dat lukte niet. Ik heb uiteindelijk een bevriende arts die zei ook van ja, ik weet het ook niet. Ik heb de huisarts gesproken. Die zei ja, in eerste instantie afgelopen zomer wilde de huisarts ook geen afspraak erover maken. Omdat volgens haar dat niet opportun was. Dat klopte inderdaad achteraf. Ik dacht dat ik gelijk had. Maar ja, dat was dus dat misverstand wat ik net zei. De huisarts zei 2 weken geleden van nou, ga naar zo'n coronalocatie toe. Maar de vorige keer was dat heel chaotisch. Echt niet te geloven. Ik kon kiezen volgens de brief uit 2 verschillende middelen. Daar was helemaal geen sprake van. Ik werd bij de arm gepakt. Ik werd amper. In het begin, die vragenlijst, dat ging wel. Maar toen ik een deskundige wilde spreken, nou, dat lukte helemaal niet. En voor ik het wist, zat ik in de rij om een prik te halen. Toen heb ik maar gedaan wat er op dat moment beschikbaar was. Met het gevolg van wat ik net noemde. En ja, de huisarts zei van nou, op zo'n coronalocatie is altijd een arts aanwezig. En dat is de aangewezen persoon die je hiermee verder kan helpen. Iets anders wist ze ook niet. Ik zei, ja, maar hoe dan? Ik zeg, dan ben ik daar en dan gebeurt het. Dan word ik toch snel geprikt met wat ik misschien niet helemaal wil of wat niet te goed over. Nou, zei ze, dan ga je er toch naartoe. De vorige keer was die coronalocatie, die was hier dik 4 kilometer vandaan. Ik moest fietsen en nadat ik die prik gehad had, was alle energie weg. Dat was meteen. Ik behalve die ademhalingsproblemen, ik was al mijn energie direct kwijt. Maar dan ook echt direct. En ik had de grootste moeite om thuis te komen op de fiets. Ik weet dat ik een aantal van die verkeersheuveltjes over moest en dat me heel veel moeite kostte om zo'n heuveltje op te komen al. En ik dacht, oh shit, nog één. Hoe kom ik thuis? En dus zo erg was het. En toen ik thuis kwam, leek het mee te vallen. Ik was nou zeker niet helemaal oké. Ja, toen dacht ik, nou, dan moet ik toch maar vaart achter zetten. Maar ik was terughoudend om, ik ben geen fan van de GGD. En van het RIVM, die hebben zich ook wel... Maar goed, die hadden ook wel een onmogelijke taak om heel snel iets op poten te zetten. Maar ik had de GGD niet gebeld, omdat het een infonummer was. En ik had daar wat slechte dingen over gehoord. Dat de informatie niet goed was, de deskundigheid niet. En de afgelopen week was het zo dat ik dacht van nou, er stond ook bij, wij geven geen adviezen. Het LAREP ook, heb ik ook geprobeerd. Ja, daar hadden we al een telefoonnummer en een mailadres.
Maar ze geven geen persoonlijke adviezen over, sowieso geen adviezen. Ze geven alleen informatie. Nou, uiteindelijk heb ik gisteren toch de GGD gebeld. En die mevrouw die klonk niet heel ter zake kundig. Maar vervolgens zei ze van nou, ik kan hier natuurlijk ook niks mee en ik kan zeker geen advies geven. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik heb al een telefoonnummer voor je. Dat is een telefoonnummer van de GGD zelf. En dan moet je vragen dat je per se een zorgprofessional aan de telefoon wilt. Dus een arts of een verpleegkundige. Nou, degene die aan de telefoon kreeg, die klonk meteen heel anders. Dat was iemand die heel kordaat was en heel, to the point. Maar was geen zorgprofessional, dus ze zou gaan kijken. Toen is ze met een arts overlegd en toen zei ze, ja nee, dat kunnen wij hier ook niet zulke adviezen geven. Dus wij kunnen daar eigenlijk niet veel mee. Dat met de arts overlegd. En ze zegt, ik kan je wel een verpleegkundige geven. Maar je krijgt dan niet het advies wat je wil. Dat is toch meer een algemene lijn. Ja, ze zei, we hebben ook nog een medische informatielijn. Ik dacht, oh, nog eentje. Dus dat heet ook echt een medische informatielijn. Ik geloof dat het ook van de GGD is. En daar kreeg ik meteen iemand aan de telefoon die heel erg ter zake kundig was. Dat was niet een arts, maar die was wel van alles op de hoogte. Die zei, ja, ik kan je ook een arts te spreken geven. Maar het protocol wat we normaal volgen bij zoiets. Kijk, het is zo goed als zeker dat het een kwestie is geweest van allergie. Ik weet niet of je bekend bent met allergieën, maar of je een allergie ergens voor hebt, dat zegt niks over of je een allergie hebt voor iets anders. Je kunt helemaal niet allergisch zijn en toch sommige mensen overlijden van een pinda. Er zijn mensen bij die echt niet ooit ergens allergisch voor geweest zijn. Die eten één pinda en hup, die overlijden daaraan. Tenzij je natuurlijk een antihistaminicum op tijd geeft. Maar de mensen die daar niet mee bekend zijn, die weten dat niet. En die beseffen misschien ook niet op tijd dat het zo ernstig is. Maar goed, het is altijd, bijna altijd is dat een allergie voor één van de middelen die daarin zit. Ze zeggen, ja, de aangewezen weg is dat je een afspraak maakt met een allergoloog. En dat die een aantal tests doet. Die allergologen die hebben, die weten wat de bestanddelen zijn van de vaccins. En ja, daar zitten er natuurlijk ook vulstoffen bij en dat soort dingen. Hè? Dus het hoeft niet te zijn dat je tegen dat vaccin, of dat je voor dat vaccin allergisch bent. Maar het is ook zo dat veel van die vaccins bevatten dezelfde stoffen. Op één werkzame stof na dan, die dan net anders is. Maar dat je voor eentje allergisch bent, dat kan makkelijk betekenen dat je dat voor een ander ook bent. Nou, die allergoloog die kan dat uitzoeken, die doet een aantal proeven, die kijkt ook hoe ernstig dat is. Hij kan dan vervolgens besluiten om je niet te vaccineren. Dat is een optie als de allergie echt zo erg is dat het levensbedreigend is. Ja, dan is het natuurlijk niet handig om die vaccinatie nog een keer te nemen. Nou ja, dat is wat ik wilde weten. Is het veilig om opnieuw te vaccineren? Ook met een ander middel. Ik heb ook nog overwogen om Novavax te nemen. Omdat dat een vaccin is wat heel erg afwijkt van de andere. Ook, dat is een traditioneel vaccin, hè? Niet een mRNA-vaccin. Maar goed, de beslissing kan dan zijn om niet te vaccineren. De beslissing kan ook zijn om heel kleine beetjes te geven met steeds een tussenpozen. Dus je geleidelijk aan met het vaccin in aanraking te brengen. Dat in een gecontroleerde omgeving. Waarschijnlijk in een ziekenhuis met beademing bij de hand. Het kan ook zijn dat het middel in één keer gegeven wordt onder diezelfde gecontroleerde omstandigheden. Maar het kan ook zijn dat er geoordeeld wordt van nou, de allergie is zo mild en de kans dat dit nog een keer gebeurt, zeker als je een ander vaccin neemt, die kans is nihil. Dat je gewoon naar een priklocatie kan en met natuurlijk wel zij op de hoogte van het geval, maar dat ze dat daar goed kunnen afhandelen. Dus dat zijn allemaal opties. In ieder geval hoor ik volgende week, maar zo goed als zeker gaat dat door, hoor ik volgende week of ik inderdaad naar een allergoloog ga. Dus dat is de status van de dingen. Nou ja, goed, dat is wat ik wil. Ik heb net de uitnodiging binnen. Dus ja, dan zou ik binnen een normale tijd naar die uitnodiging gevaccineerd kunnen worden als dat zo is. En dat was mijn bedoeling. Maar het was een hele weg. Zeker de afgelopen weken ben ik er vanaf september een aantal keren echt flink ingedoken. Ik kwam er niet verder mee. En het bleek dus uiteindelijk toch dat dat telefoontje aan de GGD, waarvan ik niet veel verwachtte, dat soelaas bood. Dus dat is ook ja, opmerkelijk. Misschien de volgende keer toch. Ja, ik had echt het gevoel van nou, dit. En misschien was dat een aantal maanden geleden ook zo. Deze club gaat me niet een adequaat antwoord opleveren, maar nu dus wel. En ja, en ik heb mijn troefkaart, ik heb een paar kennissen die dicht bij het vuur zitten, die heb ik nog niet hoeven uitspelen. Dus nou ja, wordt vervolgd. Misschien heb ik het er ook gewoon niet over, heb ik die prik en kant en klaar en hoppa. is het verder geen enkel probleem. Maar goed, ik zal misschien over het verloop nog wel wat zeggen een keer in een podcast. Het is populaire wetenschap tenslotte.
Goed, dan volgt nu inclusief de datummelding en alles laat ik erin zitten. Wat ik, ja, ik ga wel ik ben altijd eerlijk over dingen. Dat is misschien wel goed om te zeggen. Ik ben heel integer als journalist. Ik heb van collega's wel eens het verwijt gekregen, meermaals, dat ik niet hard genoeg was. En dat was wel heel opmerkelijk. Er was een keer dat ik bij een tv-programma moest ik alle mensen die ik, alle collega's moest ik interviewen voor op de website. En zij vonden dat ik ze niet het vuur genoeg na aan de schenen gelegd had. Allemaal op één van de 20. En die ene die dat niet vond, dat was geen beroepsjournalist. Die was er ingerold. Ik was er ook al een beetje ingerold, maar ik was daarvoor al heel lang journalist. Dus. Maar goed, ik ben te ethisch waarschijnlijk. Maar ik vind het wel belangrijk. Collega's zien dat zo. Ik vind zelf niet dat ik te ethisch ben. Ik kijk naar een aantal vlogs en dat is erg leuk. En ik wil er ook niks aan afdoen. Maar ik kwam er dus achter door bepaalde opmerkingen dat bij een bepaalde dat er tussen de het draaimoment, dus de tijd dat het gefilmd was en de tijd dat het gepubliceerd was, werd dat er wel 3 maanden tussen zat. En ja, ik wil eigenlijk wel eerlijk zijn over dat soort dingen. Dus dat heeft voor mij er wat extra ingehamerd dat ik over dit soort dingen de waarheid moet vertellen en ook accuraat moet zijn. Dus ik zeg nu 30 oktober. Dat zou ik daarvoor waarschijnlijk ook gedaan hebben, maar ik besef nu extra het belang daarvan. Dus het is een wat ik ingesproken heb op 30 oktober, ergens net voor of net na 6 uur. Maar dat zeg ik ook nog in wat ik inspreek. En het is behalve dat ik versprekingen eruit haal of dingen waarvan ik op het moment dat ik ze zei dacht, dit hoort er niet in. Die dingen haal ik eruit. Maar voor de rest is het helemaal authentiek. Dus ik dik het niet erg in of zo. Dat moet je ook niet doen. Dus het is gewoon wat ik toen heb ingesproken, mijn invallen van dat moment. En dan komt hij. Daily Minutes. Daily Minutes, 30 oktober 2022. Het is 30 oktober, heel vroeg. Het is 6 uur, maar volgens mij is het eigenlijk als... Nee, het is 7 uur, dus officieel al 8 uur, denk ik. Omdat we volgens mij naar de zomertijd gegaan zijn. Te zien aan het feit dat mijn wekker een uur ernaast zit. Dit is een geïmproviseerde Daily Minutes. Ik wil niet zeggen dat ik een writersblok heb, dat is niet zo, maar ik ben ontevreden over de kwaliteit. Ik heb, ik denk de afgelopen week toch diverse Daily Minutes opgenomen. Om iedere keer achteraf te denken van, het is niet kwalitatief genoeg. Ik heb dit vaker gedaan. Dat gebeurt ook vooral van die mijmeringen van wat wil ik. En wat ik net zei, toch bijna een writersblok hebben. Daar wil ik niet uren over doorgaan. Dus dat, ik denk dat de komende tijd de Daily Minutes korter zullen zijn dan de afgelopen tijd. En ik denk dat ik de meeste ga scripten. Ik mis ook wel een beetje dat ik weinig schrijf momenteel. Dus het is misschien wel goed om... Ook voor dat aspect om dat wat meer te gaan doen. Dus ik ga de uitzending meer schrijven. Misschien ga ik een aantal in het Engels doen om dat toch weer een beetje verder te oefenen. Ik ben niet helemaal, want het meeste wat ik momenteel doe is Engels. Maar mijn Engels, ik werk enigszins aan mijn Engels nog om dat te verbeteren. Dus dat is een goede oefening. Maar in ieder geval, ik heb echt... dat is eigenlijk al sinds afgelopen voorjaar. Ik heb er niet superveel opgenomen, maar ik heb toch heel veel podcasts opgenomen waarvan ik denk van, nou, misschien dat ik die nog wel eens gebruik. Of als bijvoorbeeld, dit heb ik in maart ingesproken. Maar dus, dit soort dingen over de toekomst van het podcast, die zijn toch eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Ik heb allemaal plannen, het wisselt een beetje. Maar, en het werkt allemaal niet. Het heeft te maken met een gebrek aan kadrering en dat soort dingen. Daarmee bedoel ik, kijk, als je voor een blad werkt, dan weet je wat de visie van het blad is. Veel mensen die niet in de journalistiek zitten, die begrijpen dat niet erg. Die denken van, nou, je moet in volkomen vrijheid alles vertellen. En in principe is dat waar. Maar de praktijk is weerbarstig en veel minder...
rijk aan mogelijkheden. En het vooral ook tijd en aandachtspannen van de lezer, zeker luisteraar. Dus je moet daar compromissen maken. En een van die compromissen is dat een bepaald blad een bepaalde visie heeft om dingen te publiceren. En je moet wel een beetje binnen die visie blijven. Ik vind het zelf wel leuk om daar ook de grenzen wat van te verkennen. En te kijken hoe ver dat nog daaraan voldoet. Maar dit is toch wel een belangrijk punt. En je moet ook wel iets hebben wat je wil vertellen. Sowieso. Dat kun je breed zien binnen het kader van zo'n publicatie waarbinnen je opereert. Maar sowieso. Want anders gaat het nergens heen. En dat is een beetje wat ik de laatste tijd bij mijn podcasts zie. Het gaat eigenlijk nergens heen. Er zit geen progressie in. Ik zie dat niet als kritiek aan mezelf. Zover wil ik het ook niet. Maar het gaat gewoon niet goed. Terwijl het een tijd lang vanzelf ging. En ik ook wel wat misschien sneller tevreden was. Ik ben vrij kritisch op wat ik doe. Op wat ik publiceer. Dus dat is ook wel, speelt ook wel mee. Dat ik denk van ja, dit wil ik eigenlijk niet. Het is gewoon zo onder mijn gebruikelijke niveau. Nee, niveau. Maar onder het, wat ik normaal gesproken doe. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik denk dat ik... ik heb het gewoon heel druk. En ik heb een hoop dingen kom ik niet toe. Dus dat is ook wel een beetje wat meespeelt. Maar dus ik wil ook geen tijd verspillen aan podcasts die ik suboptimaal vind. Het is een heel palet aan redenen wat meespeelt. Maar waar het op uitkomt is dat ik niet produceer wat ik eigenlijk zou willen produceren. En als er af en toe een slechte tussen zit of af en toe een paar slechte, dat is volkomen acceptabel. Zo kijk ik ook tegen... Moment hoor, ik even te kijken of hij nog opneemt. Maar zo kijk ik ook bijvoorbeeld tegen een project als mijn amateur repeaterstation aan. Als je mensen uit de kringen rond andere repeaters spreekt, dan zeggen ze ja, nee, maar je kon toch van tevoren weten dat die repeater geen bereik had. En je kon toch van tevoren weten dit. En ja, maar wat ik ermee wil is dus het nieuwe terrein verkennen. En dat is niet iets waar je doorgaans heel veel mensen mee aantrekt. Want ja, de dingen die van mensen aantrekken, die doen andere mensen al. En ik doe juist dit soort dingen. Als je praat over propagatie tussen zenders. Het enige waar zendamateurs in geïnteresseerd zijn, dat is een zo groot mogelijke afstand overbruggen. Dat is wat prestige geeft. Dat is wat gezien wordt als de core business van de zendhobby. Contesten, de X vooral. Maar de X is ook wat anders. Je hebt ook propagatie die speelt op de korte afstand. Je hebt ook propagatie waarbij je... Dit is een van mijn wekkers. Maar je hebt dus propagatie tussen portofoons. Met heel beperkte antennes. Pedestrian mobile verbindingen. Ik heb hier gehad dat een amateur hier op 50 megahertz, en daar gebeurt dat vrij vaak, maar een amateur op 50 megahertz die hier op precies een kilometer vandaan zit. Zijn signaal is altijd knetterhard en op een bepaalde avond, we hadden een wekelijkse ronde, en op een bepaalde avond zakte zijn signaal ineens totaal in elkaar op meerdere van mijn antennes. Dus het was niet zo dat hij in een dip stond. En aan de andere kant van de stad was een station en dat was wel gewoon sterk. We waren met z'n drieën. En het was in beide richtingen dat het fenomeen zich afspeelde. Ergens halverwege de avond, het duurde behoorlijk lang. Ik heb helaas de opname niet meer. Ik dacht dat ik die bewaard had, maar die is ergens, die heb ik misschien nog wel, maar die is niet te vinden. Ik nam al die rondes destijds op. Maar een station aan de andere kant van de stad, die had een normale sterkte bij mij. En op een gegeven moment kwam dat station hier vlakbij terug op zijn normale sterkte. En toen zakte dat andere station weg. Nou ja, mijn gedachte is, wat voor fenomeen zit erachter? Het kan geen vliegtuigreflectie zijn. Wat het geweest is, ik heb geen flauw idee. Maar het is een interessant fenomeen. En het is iets waar zendamateurs absoluut niet in geïnteresseerd zijn. Maar ik dus wel. Ja, en zo denk ik er ook over met teksten. Als je er eens een paar tussen hebt zitten die niet zo heel goed zijn. Misschien kun je daar wel iets mee ontwikkelen wat heel goed is. Of kom je op ideeën. Dus
dat is allemaal optimaal, of dat is allemaal acceptabel. Maar wat niet acceptabel is, is dat er een lange rij zijn die vrij matig zijn, die vrij veel op elkaar lijken. Dus ik denk dat ik die oude, al met moeite ingesproken podcasts ook niet gebruik. Met name de afgelopen weken zijn er toch al. Ik spreek er 4 per week in of zo, soms ook best lang. Onder andere gisteren. En dan denk ik achteraf, ja, maar eigenlijk heb ik alles wat ik daar verteld heb met variaties toch eigenlijk ook in al die eerdere al verteld. Ik zit met een soort van writersblok. Dus dat gaan we niet doen. Wat ik wil eigenlijk wel elke dag iets publiceren. Maar ik weet niet of dat lukt. Maar wat ik minimaal wel wil, is elke dag een half uur minimaal aan de podcast besteden. Ook al leidt dat niet tot publicaties. Podcast ofwel video vind ik ook prima. Maar ik moet ergens aan werken elke dag. En niet ad hoc. Zoals nu 's ochtends. Het is natuurlijk wel zo, je moet oogsten als er is. Dus als je inspiratie hebt, moet je het ook gebruiken. Dus ik hoef vanavond, als ik dit nu inspreek in een half uur tijd, hoef vanavond er geen tijd aan te besteden. Dan heb ik mijn tijd vandaag al gehad hiermee. Maar al besteed. Maar het is, ik wil het nu wel op de rails krijgen. Want als ik nu nog langer wacht, dan gebeurt het misschien helemaal niet. En dan over een paar jaar denk ik van, oh, nu is mijn stem niet meer goed. Dat zal wel niet, want ik oefen mijn stem wel. Maar toch. Je moet ook voldoende de tijd nog over hebben om iets te ontwikkelen en om dat een tijdje vol te houden. Ik word ook aan interviews, daar zit ik steeds sterk aan te denken, ik moet daar toch ook, ik roep het wel vaker, dit is eigenlijk iets wat ik niet zou moeten zeggen, denk ik nu achteraf, maar dat wil ik toch ook vastgrijpen. Ik moet daar echt een drempel over, dus dat is lastig en ook daar is het zo, ik moet er aan toe zijn en dat gevoel heb ik ook nog niet. En dat er aan toe zijn, daar moet ik naartoe werken. Dus dat is een beetje zo. Je moet voorzichtig zijn met je inspiratie. Dat is inspiratie is iets heel kostbaars. Ik behoor meer en meer van anderen die creatief werk doen. En dan hoor ik precies dezelfde verhalen zoals ik dat zelf ervaar. Als je goede teksten schrijft, de beste teksten, dat zijn dus de teksten die eigenlijk vanzelf komen. Dus je moet daar dan op wachten. En als je het forceert. Ik heb eens een tijdje toen ik mijn columns schreef. Een paar maanden achter elkaar. Die columns er echt uitgetrokken. En toen droogde die put. Die droogde op. Gedurende lange tijd. Een jaar lang of zo. Toen kwam er niet veel uit. Het aardige was in die tijd dat ik genoeg inspiratie voor mijn werk. Ik schreef in die tijd heel veel artikelen. En dat werkte allemaal wel, maar die privé columns die ik voor mezelf gebruikte om mezelf te ontwikkelen, om op mijn website te zetten, die columns die lukten op dat moment niet. Wat heilzaam is, het gekke is, je moet dus niet geforceerd, het is een heel gecompliceerd iets en het zal voor iedereen ook wel verschillend liggen, hoewel ik toch wel opmerkelijk vind dat het toch wel vaak heel erg lijkt op hoe het bij mij is als ik het van anderen hoor. Maar je moet ze er dus niet met grote kracht en spoed uittrekken. Maar wat wel heel heilzaam is, dat zijn deadlines. Gek genoeg. Want ook dan heb je iets dat het er toch eigenlijk uit moet komen. Maar het grappige is, als je een deadline hebt, dan komt het vanzelf. Bij mij tenminste, ik denk ook bij veel anderen. En dan werkt het allemaal wel. Dus het hebben van deadlines. En dat is in mijn geval nu ook wel een beetje wat lastig is. Omdat ik met de artikelen eigenlijk altijd voor een blad gewerkt heb. Niet zozeer een opdracht. Ik had echt altijd de vrijheid om zelf mijn onderwerpen te kiezen. En als het echt niet wilde, dan vroeg ik wel eens aan een eindredacteur van, nou, heb jij dan misschien een suggestie? En natuurlijk kwamen die eindredacteuren ook met dingen. Maar ik kon ze altijd weigeren en ik kon ook altijd zeggen van, nou, het is niet wat voor mij. Hè? En een reden om iets altijd aan te pakken voor mij was destijds als het iets nieuws was voor mij. Als ik het nog niet eerder gedaan had. Als het een beetje buiten. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Met vertaalwerk aantrekken ook. Hè? Dat ik toch het altijd leuk gevonden heb om dingen te doen die niet per se heel dichtbij me stonden. Ik ben natuurlijk iemand met. Ik heb wel een sterke creatieve kant. Mensen weten dat vaak niet, maar ik heb zowel een sterke creatieve kant als een sterke exacte kant. Dus ik kan maar die techniek lezen en schrijven, maar ik kan ook artistiek wel het een en ander. Maar daar zijn allerlei dingen die dicht bij me liggen, die ofwel waar ik aanleg voor heb, ofwel waar ik enige of veel ervaring mee heb. En ik heb met veel dingen ervaring, maar er zijn heel veel dingen waar ik dat niet heb. En die vind ik dan juist wel spannend om te doen. En dat stimuleert mij ook. Het feit van, nou, laat ik
nu eens laten zien dat ik ook daarin goed ben. En dat, ja, dat werkt voor mij best wel. Dus dat soort dingen stimuleren. Maar het feit dat ik niet voor een bepaalde publicatie werk. Dus die kadrering die ontbreekt bij mij. Hè? Dus wat ik per ik over begonnen ben. Het is niet zo dat ik publiceer voor Blad X. Nee, ik publiceer voor John Peek. En dat is te breed. Omdat die persoon nou net iemand is die heel erg breed ontwikkeld is. En dus ontbreekt het aan focus in. En ja, concentreren is sowieso niet mijn sterkste punt. Ik heb heel slecht concentratievermogen gehad een groot aantal jaren. Dat is nu wel verbeterd, maar het is nog niet zo als bij de meeste mensen. En ja, dat is voor mij altijd lastig. Dus ik verlies me daardoor ook heel snel. Ik werk aan het ene. Ik heb van die dagen en dan heb ik iets dat echt heel belangrijk is. En ook dit is weer niet iets wat heel vreemd is. Er zijn veel meer mensen die dat hebben. Veel studenten die landen van er ook maar wat aan. Maar toch, het is bij mij wel heel sterk. En ik heb soms dagen, dan moet ik echt iets essentieels belangrijks doen. Wat enige tijd kost. En vervolgens blijkt dat ik alle andere belangrijke dingen gedaan heb. Maar nou net het allerbelangrijkste niet. Waar ik overigens aan het begin van de ochtend dan wel mee begonnen ben. Dus ik heb alle bestanden geopend. En ik heb 2-3 zinnen eraan gewerkt. En vervolgens ben ik aan iets anders begonnen. Wat op zich heel erg urgent en belangrijk en nodig was. Maar dit was het allerbelangrijkste. En dat is niet gebeurd. Nou ja goed, dan kom ik daardoor laat op bed. Nou ja, dat soort dingen. Dat moet je allemaal vermijden. Dat moet je niet willen, want voor je het weet lever je broddelwerk af. En dat is ook niet de bedoeling. Maar gebrek aan kadrering. Maar ik zie het ook niet zo snel, want ik wil me ook niet te veel vastleggen. Want dat vind ik ook weer niet leuk. Als ik wil niet nu alleen over de radiohobby wat publiceren. Want dat heb ik heel lang gedaan al de afgelopen tijd. En ik wil juist ook, ik wil dat blijven doen. Maar ik wilde juist ook andere dingen bij doen. Nou, ik ga nu proberen om het te concentreren op wat ik al van plan was over, op populaire wetenschap. Dus breder dan de radiohobby aan zich, maar toch wel een beetje aan de technische kant. En wie weet ga ik na een aantal afleveringen dat wel verschuiven. En dan proberen aan een ander onderwerp te laven. Goede voornemens weer en goede bedoelingen. Het moet wel gebeuren. Ik moet het ook wel oppakken. Anders dan werkt het alsnog niet. Nou, we gaan het zien. En misschien moet ik ook wat zorgen dat ik live... momenteel is de techniek daar niet. Ik heb spullen gekocht om dat te herstellen. Maar de techniek daarvoor heb ik niet werkend. Dan moet ik 3-4 uur in stoppen en dan werkt het weer. Maar onder andere het mengpaneel wat ik had, dat is kapot. En het is nog steeds, ik heb een nieuwe en die heb ik nog steeds niet vervangen. De oude. En DMR.li kan alleen maar momenteel ingeblikt uitzenden. Ik kan wel, maar dan dat is heel ingrijpend. Want dan kan ik allerlei bekabeling losmaken. En ik hoef er niet voor te solderen. Maar het is wel ingewikkeld om het om te zetten zonder dat de zender zeg maar uit de lucht gaat. En in het verleden was het zo dat ik alleen een potmeter hoefde te draaien. Ik ga nu veranderen. Er is een schakelaar voor live en niet live. Maar op zich is het dan ook wel gewoon simpel. Ik kan die schakelaar altijd omzetten. En de reden om dat te doen is dat ik niet altijd dat mengpaneel, want het mengpaneel ging kapot. Ik niet altijd dat mengpaneel aangesloten wil hebben en ingeschakeld. Dus vandaar de schakelaar. Maar in ieder geval, ik moet ad hoc kunnen besluiten, want nu gaan we live op die stream op internet. En dan moet het ook gewoon draaien. Dus mijn stoel kraakt weer vervaarlijk vandaag, maar toch. Ja, tot zover. Ik zou het kort en bondig houden. Het is toch iets minder goed gelukt dan dat ik eigenlijk dacht. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction. Although elements of reality may have been incorporated. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.